Maleisië kwam ik toch nog heel veel nieuwe snacks tegen die ik niet kende. En ik kreeg ze ook al in het vliegtuig dat ik dacht van, yeah, let's try this. Ik vind zelf proefvideo's bij anderen ook heel, heel erg leuk om te kijken. Laten we even met een makkelijker beginnen. White Rabbit snoepjes. Deze zag ik in een vintage versie van, in een throwback versie van Malaysia Time Out Magazine. We gaan het proeven. Milk, ik zie it's creamy candy, milk. Ik verwacht dat het goed te eten is. Ja, dit is hoe het snoepje eruit ziet. Hij is wit. Er zit nog een papiertje omheen. Heel irritant papiertje. Moet je dat papiertje ook eten dan? Daar gaat hij dan. Dat is een tof, hè? Dit is lekker. Echt wel een 8 of een 9. Dit is echt wel lekker. Volgende snack is een hartige snack. Greenpeace snack. Dus bokertje snack. Al die snacks zitten wel heel goed verpakt. Oké, druk zo voor schaar hier. Ah, het is groen. En dan ook echt zo'n schimmelgroen. Oké, dat gaat nu dan. Dit smaakt gewoon net als van die pindaflips. Dit is vet. Geeft een 10. Ik ben gek op pindaflips. Love it. Nog eentje waar ik eigenlijk echt zo geen trek in heb. Maar ik dacht, ja, als ik gekke dingen ga uitproberen, dan moet ik deze uitproberen. Ik zie in Azië namelijk heel vaak zoete koekjes met kaas. En dan niet zeg maar kaas die je bijvoorbeeld in cheesecake vindt, maar echt van die gouda kaas of zo. Dus laat het proberen. Het ruikt ook echt naar gouden kaas. Misschien is deze wel dan hartig. Nee, dit mag een koekje uitzoeken. Ik wil het niet. De vulling is 100% gouden kaas. Dus gewoon kaas die je zeg maar op je brood doet. Ik moet zeggen, die koekjes zijn zoet, maar niet heel zoet. Ik moet zeggen, qua verwachtingen valt hij me alles mee. Dus ik geef hem een thumbs up. Maar als cijfer krijgt hij een 6. Dit zijn pudding jelly sticks. Ik ga hem heel snel uitproberen. Zo ziet het eruit. Gewoon een staafje gevuld met pudding jelly. Dit is aardbeidsmaak. Nee, ik wil belietjes maken. Dit zijn natuurlijk ook kunnen bevriezen voor jelly ijs. Kijk nou. Dit is echt heel leuk. Ik ben zelf niet zo'n hele grote fan van jelly textuur. Maar dit is lekker. Dit zou ik echt wel kunnen eten. Ook weer. Het is echt heel grappig om te eten. Goed gekeurd. Ik geef het een 7. Want ik ben niet zo heel erg fan van jelly structuur. Maar de smaak is echt, echt heel lekker. Tiger Biscuit Choc. Het leek op chocoladekoekjes, dus ja, daar ben ik altijd wel fan van. Oh, het ruikt ook vet lekker naar chocola. Ze zijn heel stevig, I love it. Ja, dat is wel iets waar ik me voor in de nacht wakker mag maken. Heel lekker. Ze zijn net zo stevig als, weet je nog weer? Bastonjekoekjes, die zijn best wel hard, toch? Ja, deze zijn dus net zo hard. En de chocoladesmaak is amazing. Dat is echt wel lekker. Dit krijgt een 10. Ik heb dus zelfs aan mijn lijstje stel in de winkel gevraagd van, weet je, wat aten jullie als kinderen? Kan je me helpen met wat snoep uitkiezen? En toen kwamen ze dus met deze. Dit is bosbessensmaak. En dan zijn het gummies. Maar zeg maar aan de buitenkant zie je refreshing sour, dus zuur. En aan de binnenkant is het een soort van crèmeig room of zo ziet eruit. Nou, ik ga het snel openmaken. Oké, ze zitten per stuk verpakt. En dan. Ik kan niet wachten, het lijkt me best wel lekker. Dit is bosbessen smaak. Oh joh, dit lijkt van op Tum Tum. Oh. Wacht. Ja, dit is de jelly. Het lijkt echt op Tum Tum. Maar het is wel heel zuur. Wow.
super lekker. Maar ik hou van zuur. Dit is heel lekker. Dit is beter dan Tum Tum. Thumbs up, 9. Dit had ik nog nooit gezien in geen enkel ander land. En ik dacht, nou, ik wil het zeker uitproberen. Het zijn spirulina gevulde crackers. En de crackers lijken een beetje op Tuk Tuk. En daarin zit groen spul. En spirulina, ik vind het echt niet lekker. Ik vond het bijzonder om dit... En dit was niet eens een healthy snack of zo. Dat lag gewoon tussen de... Hé, hey, lekker. Voor als je s'avonds een filmpje gaat kijken, snacks. Zo is het verpakt. Yo, dit ziet er echt zo niet smakelijk uit. Maar ik had verwacht dat het zeg maar twee koekjes op elkaar zou zijn met een laagje spirulina cream ertussen. Dat is dus niet. Ik ben heel benieuwd. Yo, dit zijn gewoon tuks. Wel met een soort van schimmelvulling. Maar je proeft het niet. Het zijn tuks. En ik hou van tuks. Dus deze krijgt een 8. Dan heb ik nog iets wat niet per se mijn lijstjes is. Namelijk Oreo Double Delight met pindacreme en chocoladecreme. En ik had dit nog nooit geproefd en ik dacht, nee, maar dit wil ik ook gewoon proeven. En dan is het relatief gelijk verdeeld, de pindacreme en de chocoladecreme. Je proeft heel veel pinda. Ik denk als je van Snickers houdt dat je dit helemaal de bom vindt. Het is denk ik gewoon iets te veel pinda. Dus ik geef het een 7. Dit is ook niet per se iets typisch Maleisisch. Maar ik dacht wel, dit moet ik ook echt zeker uitproberen toen ik hem in de winkel zag. Hij is vrij zeldzaam. De Kit Kat groene thee. Ik heb er zoveel positieve verhalen over gehoord. Mijn broertje zegt, nee, nee. Maar ik wil het nu ook zelf proeven. Oké, de Kit Kat is groen. Een beetje olijfgroen. Nou, de chocola is aan het smelten, dus ik ga hem heel snel proeven. Hij ruikt ook echt naar groene thee. Sorry, maar dit is echt het vieste wat ik tot nu toe heb gegeten. Jesus. Oh, nee, sorry, nee, nee. Een 3 voor eetbaarheid. Maar voor de rest, nee, nee, ik ga hem niet eens proeven. De snack waar ik het meest tegenop zie en de snack waar ik de meeste zin in heb. Laten we met deze beginnen, want hopelijk kan deze dan als de smaak wegspoelen als deze dan heel smerig blijkt zijn. Het is natuurlijk weer een jelly. Het is vrij smakeloos. Dit is best oké. Wacht, ik moet even een grotere opening maken. Smaakloos. Het is gewoon zoete jelly. Oké, ik zou het zelfs zeker never ever uitkiezen. Alleen al om de verpakking. Maar het is eetbaar. Maar ik geef toch een 5. Nee, er zit gewoon geen smaak aan. Het is gewoon zoet, zoete jelly. Dan de Teddy biscuitjes. Hier heb ik ook heel, heel, heel veel zin in. Oh, vet schattige chocolade Teddy koekjes. Ja. Dit ruikt wel heel vies. Heel chemisch of zo. Oké, okay, nee. Het smaakt ook niet naar chocola. En een hele vieze nasmaak. Nee, doe mij dan maar die tiger biscuitjes. Want die zijn echt zo 1000 keer lekkerder dan dit. Dit smaakt niet eens naar chocola. Het heeft een hele vieze nasmaak. Ik had echt zoveel meer van verwacht, maar nee. Ik geef dit ook 5. Nee, sorry. Het ziet er echt heel leuk uit, maar het maakt geen enkele belofte waar. Ik vond dit super leuk om te doen. Steek een duimpje omhoog als je het leuk vond om dit te zien. Want dan kunnen we dat misschien ook in India gaan doen. Daar hebben ze ook hele aparte snacks. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Ik ben nog steeds op reis in Maleisië en India. En tot de volgende.